Ik wil wel van een bevrijding spreken, maar misschien heb ik dat nooit gekend. Ik ben nooit op de vlucht gegaan. Ik heb nooit in armoede geleefd. Of de bommen horen vallen rondom mij. Ik ben wel mezelf geworden, denk ik. Ik moest dat helemaal niet zijn. Ik mocht alles zijn en alles worden. Ik ben Freek Margin. Ik maak voorstellingen. Zowel los als met mijn jeugdtheatergezelschap De Nietjesfabriek. Ik viel van het ene in het andere. Terug in het ene en ik koos dan in gedachten toch nog voor het andere. Ken je dat? Misschien ligt dat aan mijn generatie. Of waarschijnlijk alleen aan mij. Ja, jonge theatermakers zijn vaak nu meer bezig met creëren van de mogelijkheid om te kunnen creëren dan met creëren zelf. Of dat een bevrijding is? Ja. Misschien is het dat heel even geweest. Maar ik kon eigenlijk ook niet anders. Nee, dat is moeilijk. Dat is zo het ontastbare dat je wel nodig hebt om verder over dingen na te denken dan wat je gewoon ziet. Nee, ik denk niet echt zonder kunst zou kunnen. Ik koos voor de kunst. Met het mes op de keel. En mijn handen in de lucht. Maar een bevrijding is het sowieso niet. Want dat is, het is weer het reduceren van alles wat niet rechtstreeks economisch opbrengt tot een hobby. Ik denk niet dat je dat bevrijden kunt noemen. Mijn zakken waren toch al leeg. Leger kon niet, dacht ik. Dacht ik. Die subsidies zijn nodig. Ja. Dat is ook investeren in waar een samenleving voor staat in plaats van wat een economie kan opbrengen. Kunst als bevrijding. Zo was het vroeger, hè? Voor velen. Dus het volledig creatief kunnen zijn, klopt misschien als je niet moet overleven, maar anders komt dat volledig creatief kunnen zijn zonder steun van een of andere overheid of zonder iets van subsidies of geld neer op. Zoek je een andere job om te werken. En probeer daarbuiten wat creatief te zijn als je zit uit te puffen van het werken. Terwijl als je echt goede dingen wilt maken, moet je daar al je tijd in steken. En je moet dat ook kunnen doen dan als je kwalitatief kunst wilt. Ja, ik wil ook wel van een bevrijding spreken. Maar misschien heb ik dat nooit gekend.